Ella en ik hebben net pannenkoeken gegeten, pancakes met maple syrup en dat heeft me op een idee gebracht. Mijn pancakes waren redelijk oké van grootte, maar ze waren niet zo fluffy zoals de Amerikaanse pancakes. Dus ik dacht, waarom maak ik vandaag niet een keer pancakes, maar ze dan proberen zo goed mogelijk te maken. Heel fluffy aan de binnenkant, een stukje boter erover en dan afwerken met maple syrup. Maar eerst moet ik nog iets anders doen. Je bent wel groot, jongen. Wist. Waarom niet? Jacco is een oude politiehond. 12 jaar gepensioneerd, maar hij mag zijn laatste dagjes bij ons doorbrengen. Hé, wel, vriend. Er is dus een plan. Ik wil deze oude zetels in de Narixa krijgen. Zetels zijn 18 centimeter te lang. Ik ga het toch proberen. Het is niet ver, 5 kilometer van hier, dus we zullen zien. Ik ga de zetels daar in toekjes zetten om zo een leuke zetelhoek te maken. Gewoon om het wat gezelliger te maken. Tijd om pancakes te maken. Ik ben op het internet gaan zoeken naar allemaal verschillende recepten voor fluffy pancakes. En ze zijn allemaal verschillend. Dus ik heb iets van mijn eigen geprobeerd. En het is het 220-200 recept. Dus allemaal met een 2, makkelijk om te onthouden dus. En ik ga beginnen met 200 gram of 200 milliliter melk. En een kleine tip, 1 eetlepel vloeistof is 10 gram en 1 eetlepel van een vaste stof is ongeveer 20 gram. Dus ik ga 20 eetlepels melk toevoegen. En daar mag 2 gram gist bij. Je verkruimelt dat zo'n beetje. En gist is een levende materie, maar nu heeft hij kou en slaapt hij. Dus je moet die opwarmen om die tot leven te brengen. En dat gaat ervoor zorgen dat de gist geactiveerd geraakt en kan rijzen. Terwijl dat warmt, ga ik nog 20 gram suiker toevoegen. En dan 2 eieren. En die ga ik scheiden, dus het wit even apart doen en het geel mag in de grote kom. Bij die eigele mag nu 200 gram bloem. Oftewel 10 eetlepels bloem, want elke eetlepel is 20 gram. En dat ga ik nu onder elkaar mengen met die lauwwarme melk. En dit mengsel ga ik nu 20 minuten laten rusten, zodat de gist een beetje kan leven, een beetje kan rijzen. Dat is nu een klein beetje gerezen, dat mag aan de kant. En dan de eiwitten opkloppen en een snuifje zout. Een snuifje is ongeveer 2 gram. En je mag dat met de hand doen, maar met zo'n machine is dat veel gemakkelijker. En nu de test. En nu het eiwit heel voorzichtig bij dit mengsel mengen. Ik zeg wel voorzichtig, want als je dat te brusk doet, dan gaat alle lucht eruit. En mag je bye-bye zeggen tegen je fluffy pancakes. En nu bakken in een beetje boter. Afwerken met een stukje boter en dan bedekken met heerlijke maple syrup. En je hebt jezelf lekkere fluffy pancakes met maple syrup. Yo!